In deze clip willen we laten zien hoe je met 11 one-liners de basisinstellingen van je foto's regelt, zodat 9 van de 10 foto's technisch in orde zullen zijn. We beginnen met de belichting en onze voorkeur gaat uit om het belichtingsprogramma in diafragma voorkeur te zetten. AV-stand, dat zien we hier op een EOS 650D. We kunnen dan zelf het diafragma regelen en we geven dus aan hoeveel licht er door de lens moet vallen. Wanneer je dat doet, dan moet je goed op de sluitertijd letten, dat die niet te lang wordt. Dat vraagt veel aandacht en daarom is het handiger om de ISO op auto te zetten. Dat is nummertje 2. Prima. Nu hoef je er niet meer op te letten, zoom je in, zoom je uit, wordt het donkerder, gebruik je kleine diafragma. Die ISO die zal aangepast worden door de camera om dat allemaal in orde te houden. Ja, let wel op dat je die auto ISO, het bereik daarvan in de menus, zo hoog mogelijk zet. Hier gaat hij in dit geval tot 6400. Goed, dan hebben we nog een lichtmeting, dat is puntje 3. Nou, die lichtmeting die zetten we op meervlaks. We hebben 4 verschillende lichtmetingen in deze camera. Spotmeting, deelmeting, centrum gewogen. Maar we kiezen voor meervlaksmeting of evaluatief. Dat is een wat oudere camera's, maar goed, het is dat tekentje. Dat is voor van een aanraakscherm. Goed, wanneer we dat gedaan hebben, dan zijn 80% van de foto's zijn qua belichting in orde. Maar bij een licht onderwerp, bijvoorbeeld sneeuw, of bij een donker onderwerp, dan neem de achterkant van deze camera. Wanneer we daar een foto van maken, dan kan het wel eens misgaan. Bij een licht onderwerp moeten we de belichtingscompensatie gaan gebruiken om de helderheid van onze foto's goed te krijgen. En bij heldere onderwerpen gebruiken we een positieve belichtingscompensatie. Bij donkere onderwerpen, dus als de achterkant van deze camera, gebruiken we een negatieve belichtingscompensatie. De foto wordt dan respectievelijk helderder of donkerder en dat gebeurt omdat de sluitertijd verandert. Dus op die manier laten zien, ja, gebruik je een positieve belichtingscompensatie, dan zie je dat de sluitertijd langer wordt en een langere sluitertijd betekent meer licht, helderder foto. Goed, dat is puntje 4. Dan gaan we scherp stellen. Normaal gesproken kiest de camera al als scherpstelpunten, dan kan het wel eens misgaan, want dan pakt hij bijvoorbeeld iets wat op de voorgrond staat, terwijl jouw hoofdonderwerp daarachter staat. Het is dus handiger om het middelste scherpstelpunt te kiezen. Dat doen we zo, of je kunt het ook met het wieltje doen. Heb je dat gedaan en je zou je foto's allemaal zo nemen, dan staat het hoofdonderwerp altijd precies in het midden van het kader. Dat is compositorisch niet altijd even gunstig. Dus wat moet je doen? Stel scherp met het middelste scherpstelpunt op de plek van je hoofdonderwerp. En draai dan de camera iets naar links, naar rechts of naar boven of naar beneden. Om dan vervolgens dat hoofdonderwerp iets uit het midden te zetten. Noemen ze herkaderen. Volgende puntje is, normaal gesproken staat de autofocus op one shot. Dat wil zeggen, hij stelt scherp en hij houdt die afstand vast. Ook al gaat het onderwerp bewegen. Meestal staat het onderwerp stil, maar gaat het wel bewegen, dan kun je misschien ook in sommige omstandigheden kiezen voor AI focus. Dat wil zeggen, hij stelt scherp op het onderwerp, gaat het onderwerp bewegen, ja, dan beweegt de autofocus mee. Nadeel is wel, wanneer je scherp gesteld hebt en er komt een keer iets tussendoor, ja, dan pakt hij dat onderwerp. Dus het is een even twijfel, maar AI focus of one shot zijn in dit geval de autofocus methodes. Lukt het niet om met de autofocus te werken, omdat er een obstakel zit, rietpluimen, gaas, een vuil glas, noem maar op, vuile ramen. Dan moet je handmatig gaan scherpstellen. Ook bij macro zou ik dat doen. En dat doe je door op de lens, dat zie je dus hier gebeuren, het knopje om te zetten van AF naar MF. Dat zie je ook hier op het paneel gebeuren. Ja. En wanneer die op MF staat, kun je met de scherpstelring van elke lens, ja, zelf het scherpstelpunt kiezen, ongeacht de obstakels die aanwezig zijn. Dat is puntje 8. 7 was dit. Puntje 8. Soms sta je zo dicht met je camera op het onderwerp dat je dat ook de autofocus niet kan scherpstellen. Je handmatig lukt het niet, maar dan ben je dus binnen de kortste scherpstelafstand van de lens. En dat is meestal een centimeter of 30 tot 50 voor een standaard lens. En worden de lenzen langer, dus een 300 mm, ja, dan sta je wel 2 meter. Is dat die afstand wel 2 meter. Dus kom je binnen die afstand, die kortste scherpstelafstand, dan kun je niet scherpstellen. Hoe je het ook wil doen, dan moet je met je camera achteruit. Ja, dat is een belangrijk punt om niet te vergeten. Dus dat is niet omdat de autofocus niet werkt, of omdat je handmatig niet kunt scherpstellen. Het is gewoon omdat natuurkundig kun je in dat gebied zo dicht op de camera geen scherptepunt vinden. Puntje 9. Ja, hoe zit het eigenlijk met de kleuren?
Nou, de kleuren van de camera, van de foto's, worden vooral bepaald door de witbalans. En wij zeggen gewoon, gebruik altijd de auto-witbalans. Die zit er nooit ver naast, ook al vergeet je hem een keer als instelling. Dat hoef je dus niet, want hij is automatisch. Maar dan, en je loopt van binnen naar buiten, dan zijn de foto's toch goed. Hè? Wanneer je kiest voor een andere soort witbalans en je zag er al een paar voorbij komen. Ja, dan, en je zet bijvoorbeeld op lampenlicht en je loopt naar buiten toe. Ja, dan worden die foto's hartstikke blauw. Of wanneer je schaduw gebruikt en je komt naar binnen toe. Ja, dan zijn die foto's hartstikke geel. Dus auto-witbalans, niet altijd perfect. Wel vaak sfeervol. Ja, dus een gele kleurswing bij een kaarsdineetje. Ja, helemaal geen probleem. En wil je echt nauwkeurig op de witbalans, dan kies je voor rol, want dan kun je het achteraf nog instellen. Wat heeft nog meer invloed op de kleuren? Dat zijn de beeldstijlen. Die worden wel eens vergeten. Canon heeft dat ingevoerd om bepaalde onderwerpen wat beter van kleur en kleurtoon te hebben. Nou, standaard is de meest standaard. Maar wil je meer, dan kun je ook voor portret kiezen bijvoorbeeld. Of voor landschap. Maar, en ook heel leuk is bijvoorbeeld voor monochroom. Wanneer je monochroom kiest, krijg je zwart-wit foto's. De 650D heeft ook een automatische beeldstijl. Die zou je kunnen kiezen. Nou, wij kiezen in dit geval voor de standard. Want dan heb je een goede verzadiging, een normale verzadiging en normale scherpte. Dat was puntje 10 en 11. Dus dan hebben we het eindelijk al een beetje gehad. Wat we nog wel willen laten zien, dat zijn wat beeldcorrecties in de camera zelf. Dan moet je door de menu's heen. Eén daarvan is hoge ISO ruisreductie. Dat betekent wanneer de ISO boven de 800 komt, ja, dan krijg je korreltjes te zien. Nou, met deze optie zet die gewoon aan op standaard. Je ziet ook weer standaard. Ja, dan zie je toch minder korreltjes. Je verliest ook wel wat detail, dus daar moet je wel op letten. We kijken of er nog meer onder zit. We zien hier auto-optimalisatie helderheid. Dat wil zeggen dat je wat meer detail ziet in schaduwen. Hij zal proberen het histogram wat te schuiven, waardoor de dynamisch bereik van de foto's wat groter wordt. Hij zal wolken net even ietsje meer detail geven dan dat ze overbelicht zijn. En als laatste, dat is hieronder, dat zijn de lensafwijkingscorrecties. Wanneer de camera de lens herkent, en hier staat een EFS 18-200 op, dan kan hij automatisch bij JPEG-bestanden de vignettering wegnemen. Dat zijn die donkere hoekjes. En hij kan chromatische aberratie, dat zijn die paarse kleurrandjes, die kan hij al meteen na de opname, met die het omzet naar de JPEG, uit de foto halen. Omdat hij weet welke lens het is. Dus dat is natuurlijk ook wel prachtig en zet het aan. Al die opties om beeld te verbeteren, die hebben wel invloed op de snelheid waarmee het beeld gevormd wordt. Dus bijvoorbeeld je motordrive zal niet meer zo snel zijn als wanneer dat allemaal uitstaat. Maar goed, tot dit punt de 11 instellingen om belichting, scherpte en kleur van je foto's in 9 van de 10 gevallen goed te laten zijn, zonder dat je steeds je hoofd moet breken van welk programma ga ik gebruiken, welke meetmethode ga ik gebruiken, moet ik een andere witbalans kiezen. Zo werkt het bijna altijd goed.